Dag lieve mensen, ik ben Tine en welkom op mijn kanaal. Onlangs heb ik bij Action deze blokken gekocht, deze kerstblokken. Er waren 6 verschillende. Ik zal dit even wat opschuiven. Dus 6 verschillende. En deze waren 99 cent per stuk. Dus ik dacht, ik ga zo'n blok eens helemaal opgebruiken. Meestal gebruik ik die blokken om die afbeeldingsjes, ja, dan haal ik die eruit, die afbeeldingen, en gebruik ik die in mijn bullet journal of in mijn scrapalbum. Ik gebruik ze zelden of nooit om die kaarten ermee te maken die erin zitten. Want ik vind ook, vaak zijn die prentjes niet mooi op de lijntjes uitgestanst. En dan moet je ze nog zitten bijknippen. Alhoewel dat hier volgens het boekje zonder schaar zou kunnen. Maar je moet ze altijd bijknippen. Ik ben ook niet echt een fan van de afbeeldingen die erin staan. Ik vind ze vaak in deze blokken nogal kinderachtig. Ik heb dit blok gebruikt. Ik heb maar van één blok al de kaartjes gemaakt natuurlijk. En ik wou dat dan aan jullie laten zien wat het geworden is. Ik heb er hier en daar zelf wat andere dingen bij opgeplakt. Omdat ik dan toch niet echt zo tevreden was van het resultaat. Maar zoals je ziet, dit is wat er nog over is. En zo elke keer zit er dan ook nog zo een kleine afbeelding in van hoe dat de kaart uiteindelijk zou moeten worden, of achteraan kan je dat dan ook zien. Maar ik heb hier al die kleine voorbeeldjes er ook uitgehaald. Zo kan ik het laten zien aan jullie hoe het moet worden en hoe het bij mij geworden is. Zie je? Dat zijn ze dan ook nog eens. Ik zal dit aan de kant leggen. Dus laten we beginnen met deze. Vond ik persoonlijk toch maar saai. En eens checken in mijn stapeltje waar die zit. Ze beter misschien al wat op volgorde gelegd. Huh? Ik heb die toch gemaakt. Ah. Zo is ze bij mij geworden. Ja, sorry, het is hier nogal fel verlicht. Ik hoop dat het vrij duidelijk is, want het zonnetje schijnt hier een beetje. Zo is dat dan geworden bij mij. Ik heb hier wat foam onder geplakt, dat het wat hoger ligt, en hier ook. En ja, in het boekje zat dan zo een strikje om uit te duwen. Ik zal eens even laten zien. Ik denk dat dat deze is, zie. Zo, dat zou dan zo'n dit strikje moeten geweest zijn, maar ik heb er dan zelf een stukje lint opgeplakt. Dus zo, en dan heb ik hier nog wat blaadjes geplakt. Ik vind ze dan nog redelijk sava. Dus dat is deze. De volgende dat ik hier heb, moet ik weer even gaan zoeken, is deze dat ik hier liggen heb. Dus volgens de afbeelding ziet hij er zo uit. En bij mij is het dan dit geworden.
Deze heb ik ook nog op een stukje karton geplakt, zodat het wat dikker is. En ik heb hier een stukje touw onder geplakt. En een strikje uit een ander blok. Die Winter Wonderland hier, die heb ik er niet op geplakt, want als je die uit het papier haalt, ziet die er zo uit. En die heeft ook een rozige achtergrond. Dus als ik dat hier op plak, is dat nooit hetzelfde dan hier. Hier lijkt het wel alsof het erop gestempeld is. Maar dat is waarschijnlijk ook met de computer gedaan. En dat is laagje per laagje nadien apart afgedrukt om uit te stansen. En hier zitten die laagjes in elkaar. Dus hier heb je zo mooi... Ja, je kunt dat nooit zo mooi uitknippen dan dat het hier is. Hè. Begint dan maar een keer helemaal fijn uit te knippen. Dat is bijna niet te doen, hè. Dus, maar zie je, dat bedoel ik dus met dat dat nooit mooi hetzelfde uitgestanst is. En wat ik ook gedaan heb, dat is hier zo'n beetje nep sneeuw opgebracht. En dat heb ik gedaan met deze snowpen. Die heb ik ook al jaren en dat blijft zacht. Dat wordt niet hard of zo. Ik heb die echt al kei lang. Heb ik nog eens op een beurs gekocht. Dan heb ik hier deze. Dat is dan een vierkantige. En dat is bij mij dan zo geworden. Zoals je ziet heb ik deze kleine dingen ook niet gebruikt. De tekst ook niet. Ik heb de deurtjes ook op een stukje foam geplakt. Dat ze iets hoger liggen. En de sneeuw heb ik ook met die sneeuwpen aangebracht. En dan hier met een snijmalletje wat hulst uitgestanst. En dat is dan zo geworden. En dat sterke, dat heb ik hier trouwens met een van de nieuwe metallic markers aangebracht. Ook van bij Action. Dus heel snel kijken of ik die hier bij de hand heb. Dat zijn deze. Dus dat sterke heb ik met deze koperkleurige marker aangebracht. Dat is dan dat geworden. Dus volgende heb ik hier, oepsie, deze liggen. En dan is zo precies zo'n adventskalender dat had moeten worden. Ik heb dat stuk uitgehaald en nog eens op stukje bruin papier geplakt. En ik heb daar pootjes aan gemaakt, zodat het op een kastje lijkt. En deze takjes heb ik ook uit een ander blok gehaald. Maar het is niet zo... Ik ben niet zo erg afgeweken van de afbeeldingen. Ik vond dat wel mooier, dat het dan wat meer op een kastje leek. En deze heb ik ook met een foamke wat hoger geplakt. Dan heb ik hier deze. Die vond ik niet zo mooi. Als ik dat allemaal moest uitknippen, dat was een heel gepriegel, want er waren allemaal... Allee, uitknippen. Je kunt het normaal uittuwen, maar ze waren zo slecht gestanst dat ik ze dan toch nog moest bijknippen. Want dat waren deze hier. Dus met zo hele kleine belletjes. Dus zo zou het moeten geweest zijn.
En bij mij is het dit geworden. Ik had dan ook een kerstroos uitgestanst. Ik weet echt niet meer van waar ik dit stansje heb. Hè. Dus sorry daarvoor als jullie het willen weten of als jullie het me vragen. Ik kan er niet op antwoorden. Ik weet niet van waar het deze komt. Ik heb hier dan ook zo met wat gouden stickertjes, wat kerstbalkjes bijgezet. En dan, dat komt ook uit een ander blok. Dus dat is dan bij mij zo geworden. De volgende. Een leuke kerstkabouter. Die vind ik altijd wel mooi. En dat is bij mij... Dit is bijna hetzelfde, hè? Dit geworden. Wat heb ik wel gedaan? Ik heb hier wat extra verfspatten opgemaakt met wit. Ik heb de ster op een wit stukje karton gemat. En ik heb hier een echt... alleen echt... een bolletje geplakt. Dat dat bij deze niet is. En de sterretjes of sneeuwvlokken heb ik gewoon uit zo'n gouden... alleen met gouden stickertjes gemaakt. Hè. Dus dat was het voorbeeld. En dat is het geworden. Deze lijkt er nog heel fel op, vind ik. Dan, volgende. Deze. Moest het worden. En bij mij... deze. Ik heb hier gewoon een stukje lint. In plaats van het papieren lintje dat ik hier moest uitknippen, heb ik hier een stukje lint ondergeplakt. En bij die lantaarn heb ik hier het hengeltje afgeknipt en ik heb daar een metaaldraadje achter geplakt. En de kerstbal hier, daar heb ik wat glossy accent op. Zodat die mooi blinkt, zie je? Zo. Dan had ik deze nog. En die is bij mij... zo. Bijna hetzelfde. Hè? Ik heb alleen die zuurstokken niet uitgesneden. Alleen opgeplakt. Want die waren heel fijn om uit te knippen. Ik vond dat ook niet zo mooi. Ik heb wel dit zo met een touwtje daaraan gehangen. Dat het er hier normaal gewoon opgeplakt was. En ik heb dan ook zoals die cadeautjes... met foam opgeplakt. En hier dan ook weer nep sneeuw aangebracht met die pen dan. Deze vond ik ook wel een leuke. En dat is de mijne geworden. Ik heb die boord op een stukje karton geplakt, zodat dat wat hoger is. En dan een stukje natuurtouw erachter. In plaats van dat prentje heb ik hier terug die kerstroos opgeplakt. En ik heb hier voor de sneeuwman heb ik ook met een dunne foam opgeplakt. En hier heb ik dus echte knoopjes opgelijmd. Dus deze vind ik ook nog wel leuk geworden. Dan had ik deze. Die is bij mij veel saaier geworden, moet ik zeggen. Ik heb in de plaats van de prent een echt lintje geplakt, een kerstroos en hier dan de afbeeldingsken hier. Deze afbeelding heb ik niet gebruikt met die tekst op, want de tekst was niet zo erg
duidelijk op mijn prentje. Dus ik heb het weggegooid. Ik had het hier op mijn bureau gelegd om het te laten zien aan jullie dat het erg onduidelijk was. Maar ik vind het niet direct terug. Dus maar zo is het dan bij mij geworden. Dan deze. Dat vond ik persoonlijk de lelijkste kaart die erbij zit. En die is bij mij zo geworden. En ook weer hier, zoals je ziet, die tekst hier is het er precies op gestempeld. En als je dat dan uit de afbeelding haalt, heeft dat zo'n rode achtergrond. En dat is ja nooit hetzelfde dan de afbeelding laat zien. Hè. Ik heb hier ook natuurtouw rond gedaan. En de marshmallows of snoepjes, wat het ook is, heb ik met foam opgeplakt, zodat ze wat dikker zijn. Deze vind ik de minst mooie. En dan als laatste al heb ik nog deze. En dat is bij mij dan dit geworden. Zo. Voilà, dat waren ze dan. Ik wou jullie dus laten zien hoe dat de kaartjes eruit zien in deze blokken. Die andere die ga ik waarschijnlijk niet maken. Ik ga gewoon die prentjes bijhouden om andere kaarten te maken wel. Niet degene die erin staan. Of in een scrapalbum of in mijn bullet journal te gebruiken. Dus als je er zo'n beetje je eigen touch aan geeft, kan je er nog wel wat moois van maken. Maar als je ze echt gebruikt, zoals dat het hierin staat, of dat ze hier ja, afgebeeld zijn en om uit te drukken, vind ik ze niet zo mooi. Ook omdat ze niet altijd mooi op de lijntjes uitgestand zijn. En zoals dit bijvoorbeeld, dat zijn dus die marshmallows die bij die andere kaart moesten komen. Die zie je dan hier. Hè? Of hier op dat stukje tafelkleed. Die liggen daar dan zo mooi op. Zie je? Maar als je dan die print uitduwt, dan heeft die een witte onderlaag. Dus als je dat dan op je kaart doet, is dat nooit zo mooi, hè? Kijk, hè, als ik die hier zou moeten opleggen, dan lig je die zo. En eigenlijk zou het er zo moeten uitzien. Zo is het wel mooier. Of je moet ze één per één uitknippen en zo opplakken. Dat kan natuurlijk ook. Maar dan is het niet meer dat je het, dat je het zo kunt gebruiken zonder schaar. Hè. Dus je moet ja, altijd wat bijknippen. Zo, ik wou jullie dus even laten zien wat je... Oh, hier komt al zo dat ik er gewoon opgeplakt is losgekomen. Wat je er zoal van kan maken. Zoals ik al zei, ik ben er niet echt fan van. Ik vind ze nu niet zo heel lelijk, maar ik vind deze kaarten ook niet echt wauw. En de ene vind ik al wat mooier dan de andere. Maar het liefst als ik dan zou kiezen wat ik zou gebruiken om kaart te maken, dan heb ik liever deze blokken. Heb ik jullie vorige week trouwens laten zien wat een kerstkaart ik hiermee gemaakt heb. Ik zal de link nog even hierboven plaatsen. Maar deze vind ik veel leuker om kaarten mee te maken. Zo, ik wou jullie dus even laten zien dat als je alleen maar dit blok gebruikt, dat de kaarten er niet
ja, toch niet zo wauw uitzien, niet zo super. Als je er wat andere dingen bij opplakt die je in huis hebt en zo, zoals bijvoorbeeld uitgestanste afbeeldingen en wat ja, zelf strikjes en zo erop aanbrengt, dan kun je er nog wel iets van maken. Maar ik persoonlijk, als je dat blok koopt om alleen maar kaarten van te maken en niks anders bij gebruikt, vind ik ze niet zo mooi. Sorry, dat is mijn mening. Dit was het dan voor vandaag. Hopelijk heb ik jullie nu wat inspiratie kunnen bezorgen of wat ideeën van wat je er nog wel kan mee doen, hè, met wat dingen bij toe te voegen. Kan je er toch nog redelijk mooie kaarten van maken. Ik ben niet echt tevreden over de mijn. Hier en daar zit er wel een leuke in, zoals deze. Dat vind ik dan wel weer een mooie. Maar ja, dat is ieder zijn smaak ook natuurlijk. Hè. En deze savan nog. Maar zoals deze, ja, die afbeeldingen vind ik niet zo geweldig. Goed. Ik wens jullie nog heel veel knutselplezier, een hele fijne week en tot donderdag. Dag.